Vanaf deze hoogte is alles mooi te overzien. De werkzaamheden op de Haakweg. De weg is tot medio april in de richting van Hoek van Holland afgesloten. Je kan dan vanaf de Haakweg niet naar de Hoekse Baan en de Slachthuisweg. De wegafsluiting heeft alles te maken met de aanleg van een nieuwe rotonde op de kruising met de Hoekse Baan. De Prins Hendrikweg en bedrijventerrein De Kulk blijven bereikbaar vanaf de Haakweg en de Hoekse Baan. Daar is een tijdelijke rijstrook voor aangelegd. De nieuwe rotonde is het begin van de H6-weg. Eind dit jaar moet die 1,5 kilometer lange weg, die aansluit op de Hoekse Baan, af zijn.